Bureau Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Lopend door Nijmegen zie ik overal de meest mooie tekeningen op muren, op binnenplaatsen, zelfs de honig. Het is de big draw. Ja, het is de big draw. Eén keer per jaar verandert Nijmegen in een stad waarin iedereen tekent. En dat vind ik verschrikkelijk leuk. Ik zei het net al tegen jou, maar ik ben officieel opgeleid tot tekenjuf. Dus dit is een festival wat mijn sympathie weg kan dragen. Want ja, weet je hoeft niet gelijk Rembrandt te zijn om gewoon lekker te kunnen genieten van tekenen. En ik heb echt ook nu, wij staan hier aan het Marienburgplein. En als ik naar buiten kijk, dan staat hier de kunstenaar die ik een tijdje geleden had meegenomen. Die een boek had geschreven, een dichtbundel met vogels. Bas staat hier voor op dit plein met kinderen allemaal kleine vogeltjes te tekenen. En het hele plein verandert in één kleurrijk geheel. Ja, ja, ik word daar heel gelukkig Bas, van. Bas, ik weet het nog inderdaad. Ja. Ik ben er toen bij geweest toen hij de uitreiking kreeg. Ja, en weet je dat hij trouwens inmiddels genomineerd is voor een grote prijs? Oh, met wat gaaf. Boek. Ja, de Jan Wolkers prijs. Natuurgerelateerde boeken. Ja, hoe vet. Ja, een bijzondere bescheiden man. Maar de mooiste dingen. Nou, hij kwam toen aan met het verhaal dat hij een dood vogeltje had getekend. Ja. En dat vond ik wel heel zielig, maar Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, een dode mus. Maar dat hoort erbij. Dode mus hoort er ook bij. Maar je wordt er alleen niet zo blij van. Maar de Big Draw. Heel even kort over de Big Draw. Want het boek wat je hebt meegenomen, dat is een graphic novel. Dat heeft alles te maken met de Big Draw. Een tekenfestival of een manier zeg maar om kunst wat toegankelijker te maken voor de gewone mens. Dat is toch een beetje de achterliggende gedachte. Dat klopt. Gewoon lekker gaan tekenen met z'n allen en daar de mooiste dingen uit laten ontstaan. En het is dus echt een combinatie van de mensen die in de stad zijn die uitgenodigd worden om te gaan tekenen. Tot echt professionele kunstenaars. Je hebt nu in de Bloemenstraat heb je twee van die hele mooie murals. Dat komt vanuit daar. Ze hebben altijd zo'n 3D-tekening. Maar ook overal in de stad zul je ramen zien van winkels, van cafés. Waar in één keer tekeningen op verschijnen. Dus het is overal in één keer staan tekeningen. Nou ja, en dan kan ik niet achterblijven natuurlijk. Ja, doet me ontzettend denken aan het moment van vorige week. Dat was een weekje geleden. Toen heb ik met een stel vrienden geen Pictionary gespeeld. Maar een ander spelletje dat heet Teken het maar. Ja. Nou ja, goed. De een tekent en de ander moet raden. Nou ja, goed, we hebben gelachen, joh. Oh, dat bedoel, geloof ik. Ik ben niet opgeleid tot tekenjuf. Is me ook niet een voordeel, hoor, met zo'n spelletje. Nou, mijn vriendin daarentegen wel, die is wel tekenjuf. Maar ja, ik heb zelden zo gelachen. Als ik mezelf dan zie tekenen, denk van, als een kind van 4 die gewoon wat op papier zet. Werd het geraden? Dat was nou het leuke. Het werd wel geraden. Nou, kijk. Ja, maar ik weet niet wat het was, maar het werd wel geraden. Ja. Nou, dat is het. Ja. We hebben gewonnen tenminste. Ja, de mannen tegen de vrouwen. Dus, ja, nou ja, weet je. En dan hoef je dus geen Rembrandt te zijn om toch te kunnen winnen. Dus het is de macht van de eenvoud. Ja. Zeg naar het boek van vandaag. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb meegenomen een boek waar ik zelf al best heel lang benieuwd naar was. Want het is helemaal geen nieuw boek. Hij is echt al minstens 10 jaar oud. Het is inderdaad een graphic novel. En een graphic novel is een soort literaire variant van een stripboek. En in dit geval is het De Aankomst van Sean Tan. En in dit boek, waar de mooiste tekeningen in zitten, ik zal even wat tekeningen omhoog houden. In dit boek wordt eigenlijk helemaal geen enkele letter gebruikt. Het enige wat gebruikt wordt, is iets wat je wel herkent als zijnde letters. Maar het zijn niet de letters die wij kennen, dus je kunt het niet lezen. Dit verhaal lees je namelijk en je leest dus echt de beelden. En die zijn zo fantastisch mooi getekend. Dat is echt het zijn potloodtekeningen en ze zijn zo verschrikkelijk verfijnd. Soms heb je een hele pagina waar een tekening is. Je hebt kleine tekeningetjes en dan wordt er weer ingezoomd, dan wordt er weer uitgezoomd. Het is echt van een pracht. Deze Sean Tan heeft er ook 5 jaar aan gewerkt. Gaaf. Het is echt heel gaaf. Vraagt het niet heel veel verbeeldingskracht om daar ook echt het verhaal achter te vinden? Nee, want je leest de tekeningen. Ja. De tekeningen zijn wel zo duidelijk dat je snapt waar het over gaat. Want er zit wel degelijk een verhaal in. De man waar dit boek over gaat verlaat zijn thuisland, laat zijn vrouw en kind daarachter. En je ziet dan dus ook echt zo'n dramatische scène. En dat is het hem ook, hè? Je ziet het ook, want het is getekend. Waarin hij in een trein stapt en hij ziet nog net
Je ziet zo'n handje van zijn dochter wat dan zo langzaam uit zijn hand glijdt. En hij gaat met een koffertje met daarin een foto van zijn gezin. Vertrekt hij naar een ander land om daar zijn geluk te beproeven. En hij gaat daarheen en is daar helemaal in zijn eentje. Het enige wat hij heeft is die foto. Ja. Maar ja, ik zei het al, die letters. Hij kan de taal niet lezen, want hij kent de letters niet. Alles is daar anders. Er zijn hele gekke beestjes die eruit zien als kleine monstertjes. Maar feitelijk is het een soort van hondje. En zo gaandeweg ontdekt die man daar zijn leven. En ontmoet hij ook mensen. Hij vindt werk. Hij krijgt op een gegeven moment ook genoeg geld om zijn vrouw een kind over te laten halen. En dan is dus, weet je, dan is het verhaal ook af. Dus in deze heb ik ook het hele verhaal verteld, maar dat is bij dit boek niet erg. Ik zou normaal gesproken niet spoileren, maar in dit geval maakt het niet uit. Weet je, zijn geluk daarin is zo groot. En dat zie je in die tekeningen. Je ziet zijn verdriet, je ziet zijn geluk. En om dat te kunnen tekenen, ja, dan moet je een hele grote zijn. Het is echt van een kwaliteit. Het was gewoon ontroerend daarin. Gewoon omdat dat er zo mooi ingelegd is. Chantan, de aankomst. De aankomst. Een graphic novel. Een graphic novel. En maak een rondje door Nijmegen voor de big deal. Ja, vooral doen. En als je dan toch daar loopt en je komt dat tegen, ga zelf tekenen.